Ik kwam net van de fysiotherapie af en toen zag ik de hele graf vol met rook. En toen op een gegeven moment kwam gelijk Jeroen naar buiten om te kijken waar het vandaan kwam. Maar ik kon het niet zien, want aan de achterkant is het begonnen. Dus, en vandaar ben ik gelijk ons huis naar boven gegaan, maar ik mocht er niet meer in, want er was ook in al rook. Dus ik weet niet wat er aan, dat is bij mij ook niet. Hoeveel schade is er bij jezelf? Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk heel veel. Ja. Wat is uw naam? Peter van Ommen. Officier van dienst? Officier van dienst Tiel op dit moment. Ja, dat is correct. Wat is hier binnen aan de hand? Binnenbrand bij het restaurant Juffrouw Tok. En het is begonnen in de afzuiging. En we doen nu ons best om hem binnen de perken te houden, want we zitten op dit moment in de vloer. Begonnen in de afzuiging, dan verspreidt het zich ook heel snel. Ja, blijkbaar. Het is in de vloer is het verder gegaan, dus we proberen hem daar nu tegen te houden. Enig idee over de oorzaak? Nee, kan ik ook niks van zeggen. Nee, op dit moment helemaal onduidelijk. Is ook niet aan ons over, dus de politie zal daar wellicht wat van kunnen zeggen. Hoe moeilijk is het om het te bestrijden op dit moment? Heel vervelend. We komen er heel slecht bij. Het is oud pand, ook gevaarlijk pand, dus we moeten constant overwegen. Doen we wel, doen we niet. Het is heel lastig, maar we proberen wat we kunnen. Hoe lang denkt u nog bezig te zijn? Durf niet te zeggen, dat kan nog wel een uur duren. Morgenochtend bij binnenkomst in het pand, hoe zal het er dan uitzien? Ja, het is veel waterschade, veel rookschade. Ja, het pand is natuurlijk niet meer te gebruiken en ook niet op korte termijn, ga ik vanuit. Want het kan zijn dat het zo slecht is na deze brand dat het ook niet meer gebruikt kan worden in de toekomst. Ja, dat kan je niet beoordelen. Het is overal wel iets wat je moet gaan beoordelen. Of het constructief nog voldoende is, dat is correct. Ja. En de zaak daarnaast, de kapperszaak, hoe is het daarmee? Nou, daar zit, die heeft rookschade. En in de sport idem dito. Het zijn oude panden. En daar, ja, er zitten toch wel wat gaten in de constructie. Dat is inderdaad de rook is wat verspreid. Dus ook de kapperszaak, die moet morgen de balans op gaan maken? Nou, we gaan nu eerst even praten met Salvage. Die gaat kijken wat de maatregelen op korte termijn kunnen zijn.